Randstede Hammers TV wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren. Mohammed Karazi, was dit nou echt een gevalletje net een maatje te groot? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Het is een team wat grotere spelers natuurlijk dan ons. We kwamen aardig terug, maar in dit niveau kun je geen foutjes maken. Wat heeft nou uiteindelijk echt bepaald dat jullie net niet, uiteindelijk toen jullie 4 punten terugkwamen, hem toch over de streep konden trekken? Ervaring, denk ik. Ervaring en natuurlijk met zo'n nieuwe speler bepaalde aanpassingen. Ja, dat gebeurt niet in 1 week natuurlijk. Dus we hebben nog heel veel trainen. Ja. Waar merk je dat aan? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, de teamdynamiek eigenlijk. Je ziet dat we eigenlijk zoekend waren om voor wie we eigenlijk het spelletje gingen spelen. Maar goed, het is nog steeds een mooie uitgangspositie. Verlies thuis en je moet gewoon vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. Wat leer je van zo'n wedstrijd? Want dit waren een partij klerenkasten natuurlijk tegenover je, waar je tegenover staat vandaag. Ja, dit zijn grote jongens. Hè. Tweede ronde Europa Cup, dat zijn wel wat grotere jongens, ervaren jongens. Dus we weten precies wat ze aan het doen zijn. En ja, zo'n team als Kiev is natuurlijk subtop Europa. Je moet er ook nog een keer naartoe. Ik moet wel. Deze wedstrijd geeft wel het gevoel dat je daar niet voor Jan met korte achternaam naartoe gaat. Hè? Want je had echt wel wat te brengen vandaag ook. Ja, ik denk dat we vandaag niet op onze best hebben gespeeld. Als je kijkt naar de rebounds, ja. Ja, ik was daar ook echt aan het verzuimen vandaag. Maar goed, we hebben gewoon nog heel veel te trainen met zo'n nieuwe speler. En dat komt wel goed. Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt vandaag aan deze wedstrijd? Wat haal je op? Wat haal je op? Ja, geen fouten maken. De ene maakt de fout, de andere reageert en is iemand anders open. Dus we moeten even tape kijken en dan daarvan leren. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. Yes, thanks. Randstede Hammers TV wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren.